De dag van de dialoog is het feest van de verbinding. Op heel veel plaatsen in Nederland, 100, staan dialoogtafels waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Aan een tafel zitten 5 tot 8 mensen plus een gespreksleider waar wij een speciale training voor geven. En zo'n dag heeft ook een thema waar we het over gaan hebben. En het thema is dat dit jaar, waar sta jij voor op? En dat wil ik wel even uitleggen. Het kan ook betekenen, waar loop je warm voor? Waar word je enthousiast van? Waar gaat je hart sneller van kloppen? En waar zouden die tafels komen? Wij streven voor het 5e jaar in Amstelveen naar zoveel mogelijk tafels verspreid over Amstelveen op verschillende tijden. Dus het kan overal. Sommige mensen organiseren hem in hun eigen straat, bij zichzelf thuis of bij een buurvrouw dat één gespreksleider is en de andere gastvrouw. Het kan ook zijn in een openbare locatie. Denk aan Villa Randwijk bijvoorbeeld, die dit jaar meedoet. Het Open Hof. Hier staan wij in Boekhandel Venstra. Die doet ook al voor het 4e jaar dit jaar mee. Daar kunt u ook aanschuiven. Ja. Nieuwe gespreksleiders zijn altijd welkom, heb ik begrepen. Ja. En die krijgen een goede training. Die krijgen een heel goede training. Wij doen dat in samenwerking met Amsterdam. Amsterdam heeft 3 trainingsavonden. Maar op 1 daarvan, en dat is 30 oktober, dan gaan de meeste mensen, de meeste gespreksleiders uit Amstelveen daarheen. Dat is voor ons ook leuk. Dan leren we elkaar kennen en dan voelen wij ook de verbinding samen voor de dag van de dialoog. Wat leer je op zo'n training? Je leert de methode van de dag van de dialoog. Dat is een bijzondere methode. Die is afgeleid van het Socratisch gesprek en het waarderend onderzoek. En we kennen 4 stappen. Kennis maken, ervaringen delen, dromen en doen. En dat ervaringen delen, daar gaat het nou net om. Het is natuurlijk niet alleen leuk voor gespreksleiders. Het is vooral ook leuk om deel te nemen. En zonder deelnemers hebben we ook geen gespreksleiders nodig. En ik wil vooral mensen uit Amstelveen uitnodigen. Doe het. Neem 2 uur van je tijd. Je zult er geen spijt van hebben. Het is een heerlijk gesprek. Het is ook een rustpuntje in je dag. En het is op vrijdag 7 november. Dus je gaat gewoon helemaal ontspannen je weekend in.